Oh, ik vind het zo mooi. Het uitzicht. Ik heb echt al 1000 keer gefilmd. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag en ik ben in Italië. Ik ben net wakker. Ik heb een middagdutje gedaan en het lukt me nog steeds niet helemaal om daar zeg maar echt wakker van te worden. Dus ik voel me nog wel echt heel slaperig. Maar goed, Sander en Olivia en Bibi zijn net naar het strand gegaan. En ik zei, ik wil hem nog even opmaken, want we gaan zo uit eten ook. Dus dat heb ik gedaan. En ik heb allemaal leuke nieuwe sieraden om van EPM Monaco. Het is echt mijn lievelingsmerk naast mijn eigen sieraden. Kijk hoe vet. Volgens mij, ik heb echt letterlijk alles van hun. Anyways, ja, nieuwe vlog. We zijn in Italië. We gaan alle leuke dingen doen. We gaan naar Capri. En we hebben niet extreem veel gepland, behalve dan dat we gaan eten en het leuk gaan hebben. Dus ja, we gaan zien wat er in deze vlog allemaal gaat gebeuren. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in, dus kijk gezellig mee. Ik ben buiten het hotel. Ik heb deze jurk aan. Ik vind de kleur heel mooi. Ik ben helemaal into blauw. De laatste tijd. En going to the beach. Zo schattig ziet het hier allemaal uit. Het wie ik gevonden heb op het strand. Olivia, zeg maar hallo. Goedemorgen. Dit is smakelijk. Ja, ik ga zitten. Good morning. Wij hebben dus net ontbeten en we zijn nu in de hotelkamer aan het inpakken. Niet omdat we weggaan, maar we gaan van kamer wisselen, want we wilden een iets grotere kamer. Dat hadden we zeg maar aan het begin al gevraagd. Alleen die was pas na 2 dagen beschikbaar, dus we kunnen nu van kamer wisselen. Dus dat gaan we zo doen. We gaan nu naar het strand en als we dan terugkomen, dan is onze nieuwe kamer klaar. Dus we moesten even onze spullen inpakken, want we gaan de schoonmaker zo onze spullen daar zetten. Dus ja, en ik ben heel moe. Graag altijd. Maar goed, ga naar het strand chillen. En dan zie ik jullie zo. Oké, wij hebben van kamer gewisseld. Kledingkast, die ga ik straks even indelen. En dit is echt leuk, een soort van serre. Dit is ook leuk als het winter is, San, dat je hier zo lekker kan zitten. Ja. In dat glas. Dit kan helemaal open. Dat hele glazen Laten ding. En dan, hier is our jacuzzi. Tafel, lichtbedden. Oh, ik vind het zo mooi. Het uitzicht. Ik heb echt al 1000 keer gefilmd. Ga je naar de jacuzzi? Alright, let's go. Ik heb even de dingen die ik nog aan wil. En de tassen die ik bij me heb. Riemen. Oh, deze moet naar de badkamer. Heb ik even allemaal nog uitgehangen. En de rest in mijn koffer gedaan. En vandaag heb ik mijn badpak aan en shorts. Oké, Olly is weer wakker van de middagdutje. En ik heb mijzelf gefatsoeneerd. Ik heb mijn haarstijl gemaakt. Maar ik weet nog steeds niet echt wat ik ervan vind. Wij vinden het leuk. Zij vinden het leuk. Dus we gaan ervoor. En we gaan weer terug naar het strand. Ja, dus om zeg maar naar beneden te komen, moet je naar beneden lopen. Ja, allemaal trappen. Dit is zo schattig. Ja, dat is zo schattig. Voor alle baby's. Maar sowieso zijn hier echt super lieve winkeltjes. We zijn dus nu naar het strand aan het lopen. En in Positano moet je dus, alles ligt zeg maar op een berg. Dus je loopt de hele dag zeg maar naar beneden. En hier loop je zeg maar dat steegje langs allemaal super leuke sieraden dingetjes. Zo ziet het eruit. Bibi en ik hebben een ketting laten maken met onze naam. En ik ben echt super excited erover. Dus die gaan we nu... ophalen. We zitten weer bij Shea Black. Daar hebben we gisteren ook gegeten. Daar hebben ze pizza en hartjes voor. Ik heb hem om. Ik ben er zo blij mee. Ketting
Polly is boos. Kijk, pizza's komen hier in een hartjesvorm. Hoe leuk is dat? En wie is de liefste? Nee, mama. Ik ben jouw mama. Kijk, is... pizza! Oh, jongens, hoe leuk is deze blouse? Ik vind hem helemaal geweldig. Ik zal een linkje hieronder posten als ze hem nog hebben. Ik heb hem op Revolve besteld. Van Revolve. Maar je hoeft daar geen invoerrechten te betalen. Die vraag krijg ik heel vaak. Ik vind hem heel leuk. Vooral de mouwen. En hij is heel luchtig. Vind je hem mooi? Ik wil echt zeggen, deze pizza is echt wel lekker. Ja. Ik heb een rimpel. Huh? Een grondrimpel. Ik word oud. Geen papa nogmaals. We gaan binnen nu in 3 minuten een lang verhaal komen. Shea Black, opgericht 1949, volgend jaar 70 jaar. Dat is wel knap als je een restaurant op 70 jaar standen wil betalen. Toch, Olivia? Ja. Guys, wij zijn terug in het hotel. En het moment is eindelijk daar. Bibi mag haar Instagram account openzetten. Dus... jullie kunnen hem nu volgen. Het is @bibikleineberg. Oké, we gaan het doen. Ik ben echt benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik ook. Good morning, wij zijn net wakker en we gaan lekker buiten ontbijten op ons terras. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Olivia. Heb je lekker geslapen, Rob? Ja. Bibi, heb je lekker geslapen? Ja, heerlijk. Ik ook. Slaap weer, hè? Ik heb een rose. Wij gaan zo een autoritje maken. En ik heb me aangekleed. Ik heb deze scrunchie in en deze jurk. Waar ga je naar het prinsessenbal? Van Revolve. Nee, ik ga niet naar het prinsessenbal. Je bent gewoon jaloers. Nee, maar ik ben wel heel jaloers. Ik wou dat ik zo'n jurk aankom. Ja, en ik neem deze tas mee. Klaar voor op? Van Chloe. 3, 2. Wat Olivia'tje aan heeft, ziet er zo leuk uit. Zo mooi ben je. Wij zijn weer een stuk gaan rijden. Zo mooi hier rijden. Bizar. Je moet wel... Even kijken. Je moet geen zenuwachtige rijder zijn. Hoor. Nee. Het is hier wel spannend. Ja. Maar dit is prachtig. Kijk, Amalfi zijn we nu. Wow, dat hotel ziet er ook mooi uit. Molly Sla moet Bibi haar hoofdje vasthouden. Oh. We zijn nu aan het rijden naar Ravello. En daar kunnen we gaan lunchen. Ik heb echt zin om lekker te eten, maar dat ga ik hier de hele dag door. Hey Noor. Hi. Waar heb je ons nu weer mee naartoe genomen? We zijn in Ravello, een plaatsje in de Amalfi-kust. En we gaan hier lunchen. Lekker hè? Moet je het uitzicht even filmen. Zal ik het uitzicht even filmen? Hey Olly, heb je daar je zin? Wat heb jij in je hand? Wat is dat? Lijkt wel een grote stok. Ja. Lekker? Niet echt lekker? Ja. Vind je het niet echt lekker? Je hebt het helemaal op. Ja. Vind je het wel lekker? Alles chocolaatje. Ja. Hey guys. Wat is er vandaag? Maandag! Oh, dat wist ik niet. En mijn vlogcamera batterij was op. Dus. Ik heb vandaag nog niet gevlogd. Maar het is al 4 uur. We hebben honger. Dus we hadden snackies besteld. Frietjes. Mozzarella salade. Die heel lekker is. Lekker hè? Ja. Ga ik zo ook eten. Papa, wat gaan we doen?
ik hoop dat we op een boot kunnen. Maar ik ga nog niet. Ziet er super mooi uit. Ja. Ja, echt zo mooi. Noor. Hoe cool is dit? Zo cool. Wel heel vet, hè? Ja, ik ben even mijn strik aan het voeten. Wat zeg je? Ik ben even mijn strik aan het voeten. Lekker, hè? Het is zo mooi hier. Bibi en ik zijn aan het zwemmen. Ik hoop dat mijn camera het gaat overleven, deze gein. Oké, welkom in de grot. Hoe sick is dit? Kijk dan om ons heen. Niet normaal. Zou er een beetje een zeemonster zijn? Hè? Huh? Hier? Ik denk het niet, maar ik vind het wel echt crazy hier. Ook. Oh ja. Kijk, hier gaan we. Hey! Kijk, dat is onze boot. Hey! Hij sprong in het water, zag je dat? Oh, dat is dope. Wacht, ik heb nog iemand. Ah, die wil ik ook doen. Wauw. Zo bizar. Dit is echt niet normaal, hè, jongens. Hey guys, we zijn weer terug van onze boottrip en het was echt zo mooi. We hebben allemaal leuke foto's gemaakt en ik wilde nog zeggen, voor degenen die de vlogs niet kijken, volg me op Instagram. Dat zou ik super leuk vinden. Instagram is echt mijn grote passie. Dus ik zou het heel leuk vinden. Mijn Instagram is gewoon @queenofjetlags. Ik zal het hier nog één keer in beeld zetten. Wat wil ik zeggen? Ja, het was echt heel leuk. We hebben dus die Jennifer Lopez boot gezien. Ik wist dus al wel dat zij in Capri had opgetreden. Dus dat was wel grappig dat iemand zei dat ze daar op die boot lag. Ja, en de natuur, alles is zo mooi hier. Ik heb letterlijk tegen al mijn vriendinnen volgens mij afgelopen dagen 1000 keer gezegd van jullie moeten echt hier naartoe. Het is gewoon allemaal zo vet. En ja, I like it here. Als jullie tips willen, let me know. Of DM me eventjes. Ik heb nu wel, zijn hier dus een week. Dus dan leer je dingen wel een beetje kennen. Het is niet zo super groot hier, dus ik heb wel leuke tips. Ik had super veel vragen gekregen over het hotel. Ik weet niet of ik het in deze vlog al gezegd had, maar het hotel waar we in slapen heet L'Ancora. En ik kan het echt aanraden. Het is een heel fijn hotel. Met een super mooi uitzicht. Het eten is lekker, de service is goed en het is wel top. Dat wil ik zeggen allemaal. En ik ga nu de vlog afsluiten voor deze week. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. En ik zie jullie zondag weer.